en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb net voor mij mijn afgelopen weekvlog afgesloten. Mocht je die niet gezien hebben. Die stond eigenlijk een beetje in het teken van dat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Dus ik denk dat deze week voor mij in het teken gaat staan om te proberen me weer wat fijner te voelen. Leuke dingen te doen. En Oké. Dit is ook wel een beetje leuk. Het zou misschien niet zo moeten zijn. Maar ik heb hier een aantal pakketjes die ik even uit ga pakken. Nee, trouwens. We gaan er wel met één beginnen waar ik echt heel erg blij van word. Ik heb alles besteld bij mijn bestie. Bol.com. Oh my god. Het is zo'n boek met een zachte cover. Maar ik heb echt meerdere boeken op mijn wishlist staan. En toen zei ik tegen Pet, ik weet niet welke ik moet bestellen. Toen zei hij, doe deze. Hij zag alleen de cover. Maar dit is dus het eerste boek van Colleen Hoover wat ik ga lezen. En zij gaat dus vooral op het moment heel erg viral. En Beach Read had ik laatst gelezen. Dat was van een andere auteur. Maar die ging ook viral op TikTok. Die vond ik zo leuk. Dus ik dacht, ik wil nog zo'n viral boek. Maar dit is dus meer een soort van thriller. Geen ervaring mee. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat zijn. En dan heb ik nog een nieuwe shampoo en conditioner besteld. Dus de conditioner is net binnengekomen. En deze shampoo is gisteren binnengekomen. Ik ben heel benieuwd hoe mijn haar hierop gaat reageren. En dan een pakketje met zijn naam. Maar dit zou zomaar een nieuwe simkaart voor mij kunnen zijn. Ja, zo snel. We zaten gisteravond te chatten met Vodafone. En we gaan dus zo'n gezinsabonnement afsluiten met volgens mij onbeperkt of in ieder geval heel veel gigabyte internet. En dan zouden we allebei goedkoper uitzien. Maar goed, ik heb hier nog geen ervaring mee. Volgens Pet schijnt het chill te zijn. Ik heb het huis ook vandaag helemaal uitgerookt met wierook. Ik heb een lekker outfitje aan. Ik heb een playlist gemaakt. Dat heeft geholpen met mijn mood. Een playlist met muziek die ik van 2010 tot 2013 ongeveer heel veel luisterde. Dus dat is in mijn geval heel veel Autumn Low en Paramore en dat luister ik lekker met de koptelefoon op al de hele dag terwijl ik aan het werk ben. En love it. Nu ga ik even journalen. Ik heb vandaag echt super veel werk gedaan gekregen. Dus dat is heel erg fijn. Heel veel goede muziek ook geluisterd. En ik heb laatst pas ontdekt hoe fijn Blistex lippenbalsem is. Maar goed, heel erg blij mee. Ik heb nog iets langer dan een half uur voordat Pet thuis komt. En dan gaan we samen koken. Dan moet ik ook nog apart filmen voor een video. Dus in de tussentijd ga ik alvast beginnen in dit boek. Ik ben zo benieuwd hoe deze gaat zijn. Oh my god, die eerste zin alleen al. Oké, ja. Dit is zo een sick begin al van een boek. Ik denk dat ik het echt heel erg leuk ga vinden. Ik zag ook dat meerdere mensen dit boek 5 van de 5 sterren hadden beoordeeld. Dus veelbelovend. We hebben avond gegeten en het was hartstikke lekker. En nu ga ik mijn haar wassen. En sowieso lekker douchen trouwens. En naar slapen. Tot morgen. Ja, ik dacht ik hoef het niet meteen in te steken als in het is Curly Girl approved shampoo en conditioner. Want ik wist niet wat het zou gaan doen bij mij. En ik weet dat er altijd mensen heel fel zijn op. Als je zoveel moeite moet doen, dan heb je geen krullen van jezelf. Maar ik dacht, ik heb gewoon eigenlijk mijn hele leven al wel krulletjes in mijn nek. Of dat mijn haar snel opkrult als het weer nat is geweest. En dat ik dus wel af en toe hier en daar een krulletje zag of een slag. Maar het nooit echt zo verzorgd of ook echt nieuwsgierig daarnaar geweest om wat nou als ik het zo verzorg. Maar goed, ik heb dus gisteren mijn haar nog 1 keer met mijn shampoo gewassen die ik toevallig nog had. Waar dus wel sulfaten in zitten. Dat noemen ze dan een final wash. En daarna met de conditioner die ik aan jullie liet zien. Laten inwerken, een beetje met mijn vingers er doorheen gegaan. Ik heb het uitgeknepen en vervolgens in een t-shirt gewikkeld. Daarna heb ik er nog mousse in gedaan. Dus daarom dat het er zo uitziet. Dit is nog de mousse. En die moeten we dan ook weer gaan scrunchen als het goed is. Maar de leave-in conditioner die ik gebruik, die is nog van Olaplex. Want die heb ik nog en die vind ik wel heel fijn werk op mijn haar. En die is niet Curly Girl approved. Maar goed, ik dacht misschien komt er een klein beetje een slag in mijn haar of iets dergelijks. Ik had in ieder geval niet dit verwacht. En ik snap als je echt van jezelf easy een hoofd vol krullen hebt, dat je misschien denkt, waar maak jij je druk over? Maar ja, dit is voor mij nu gewoon echt gestoord. Maar wat je dus nu zou moeten doen, is dit allemaal weer zacht maken door dus dit te doen. Het schijnt gewoon, des te langer je dit doet, des te mooier het effect gaat zijn, des te meer gedefinieerde krullen. Nou, ik heb dus in mijn 24-jarige leven nog nooit mijn haar verzorgd als iemand die krullen heeft. Dus wie weet wat de tijd gaat brengen. Surprise, jongens. Oh my god, kijk nou. Die. En hier zijn er 3 open. Zo mooi. Forever in de klus glijden. Wel met een ijskoffietje. Ja, ik heb mijn haar dus maar deels even met een klemmetje naar achter gedaan.
Ik weet nog eventjes niet zo goed wat ik hiermee moet. Ik ga even koptelefoon opzetten. En dan ga ik mijn dag starten met reageren op de comments die jullie geplaatst hebben onder mijn afgelopen weekvlog. Echt super lief. En ook de comments natuurlijk op de video dat ik mijn Pinterest droomherfstgarderobe ging shoppen. Echt heel erg bedankt daarvoor. Ik doe natuurlijk echt al jaren aan YouTube. Maar ja, het blijft toch altijd een beetje spannend. Ondanks dat ik echt heel kwetsbaar ben en me altijd wel kwetsbaar opstel naar, zeg maar, de mensen om me heen. Blijft toch spannend om dat op internet te doen. Na het beantwoorden van de comments heb ik mijn video geëdit. Die is nu af. En nu is het alweer tijd voor avondeten. Pet heeft een vegaburgertje gemaakt. Ik had uitgeslapen vandaag. Het was heel erg lekker, maar de dag vliegt voorbij. We hebben er ook nog frietjes bij, maar zijn jullie ook zo goed in porties inschatten? Wie komt er mee eten? We zitten echt even in een haarontdekkingsfase, maar het eten was lekker. Nu zijn we Gordon Ramsay aan het kijken. Oorlog in de keuken heet het volgens mij. Guilty pleasure. Nou, die events zijn weer aan hoor. En mijn reis is naar Amsterdam ook. Ik spring zo in de trein. En waarschijnlijk ga ik trouwens eerst naar ME. En dan samen met ME naar het CeraVe event in de Adam Tower. Waar ik natuurlijk ook samen met ME eerst gewerkt heb. Dus dat is wel bijzonder. Het zou eerst op een andere locatie zijn. En ik ben heel erg benieuwd naar het event. Er is ook een surprise artiest die gaat optreden. Werkelijk geen idee wie dat zou kunnen zijn, maar ik gebruik de CeraVe face wash een aantal weken en ik vind het wel echt heel fijn. Dus ik ben benieuwd. Dit is wat ik met mijn haar gedaan heb. Ik vond het zonde om het namelijk met hitte te stylen. Dus dit is mijn eerste wavy hairdo. Ik wil dit wel echt eventjes doorpakken en hopelijk op een gegeven moment wat meer gedefinieerde krullen hebben. Want nu is het gewoon best wel messy en ja, heel wavy nog. Ik weet ook niet of het wat meer op gaat krullen. En sommige plukjes zijn echt nog een stukje stijler. Maar ja, dit is dus wat ik ervan gemaakt heb. En ik zat net te twijfelen of ik een deel van mijn blouse er zo uit laat hangen of niet. Maar goed, blouse is van Nike. Tasje ook. Deze broek ook. Oké dan. En ik ga mijn Dr. Martens eronder doen om een beetje deze degelijke blouse wat meer uit te balanceren naar mijn smaak. De cirkel is rond. Zo raar om hier weer te zijn, maar gaat hij nog op een andere kleur? Of? Ja. Dit is 2 jaar geleden dat ik hier ben geweest of zo. Ik kan ons iemand zeggen. Hi, mag ik alleen een hamburger zonder augurk, alsjeblieft? Een hamburger zonder augurk, ja. Alles nog iets. Essentials. Pakketjes wegbrengen. En het leek me ook wel leuk om nog eventjes te laten zien wat ik gisteren zelf bij Kruidvat heb gekocht. En wat er in de goodiebag van het event zit. Ik kreeg laatst een comment wat ik nou zelf een fijne mascara vind. En ik heb dus op het moment niet echt een mascara in huis die ik heel erg fijn vind. En ik stond voor het Catrice-schap om concealer te kopen. Toen dacht ik, ik wil deze echt weer een keer proberen. Dus het is natuurlijk Catrice Glam & Doll in de waterproefversie. Dat ik vroeger altijd. En dan dus 2 concealers van Catrice. Want die waren gewoon op. Ik gebruik altijd gewoon de Liquid Camouflage. Eentje is in kleur 10 en eentje is in kleur 5. En ik had het er laatst in een vlog over dat als ik wel eens wenkbrauwpoeder gebruik, dat het heel vaak warm oogt op een of andere manier. En toen zei iemand, Catrice heeft hele fijne. En toen dacht ik, oh ja. De Catrice Eyebrow Set, die had ik vroeger ook altijd. Maar dit zijn dus wel echt 2 hele coole tinten. Dus nou, die heb ik ook weer. En er zit ook altijd zo'n mini pincet en mini spoelie met aan de andere kant een kwastje bij. Echt nostalgie weer. En het CeraVe event of CeraVe was echt heel erg leuk. Ik heb het super gezellig gehad. En de artiest was dus Sophia. Ik kende haar niet, maar ze kon echt heel mooi zingen. En het eerste in de goodiebag is een spiegel. Dit is mijn setup. Maar een hele mooie spiegel. Ik weet alleen niet zo goed waar ik hem kwijt zou kunnen. Dus ik ga nog even op zoek of ik daar een plekje voor kan vinden. Dan ook de Linde Meijden. Superleuk. En dan qua producten had ik natuurlijk dus al een face wash en een crème die je voor je gezicht en je lichaam kan gebruiken. En ik denk dat dit dezelfde is, maar dan in een potvorm. En dit is wel echt het waard om je eventjes in te lezen op dit merk of producten uit te proberen. En dat zeg ik niet omdat ik er producten van heb gekregen of dat ik naar het event ben geweest. Maar het zit gewoon allemaal echt heel goed in elkaar. En tot nu toe de producten die ik getest heb vind ik super fijn. En het is gewoon voor heel veel verschillende huidtypen fijn. En de producten blijven heel lang doorwerken.
Dus ik ben ook heel benieuwd naar de oogcreme. Die ga ik meteen in gebruik nemen. Dit is dan een gezichtscreme waar al SPF in zit. Dus dat is chill. En de handcreme hadden Emmy en ik gisteren op het event al gebruikt. Want er stonden ook hier en daar wat producten. En ik heb het idee dat mijn handen er nog steeds zacht van zijn. En dat kan dus wel kloppen, want de producten van dit merk die blijven heel lang doorwerken. Dus er wordt elke keer een klein beetje van de stof afgegeven. Dat werd gisteren helemaal uitgelegd hoe dat in elkaar zit. Ik vind dat echt klinken alsof het te mooi is om waar te zijn. Maar het is zo. En ik merk het ook echt met de face wash en de gezichtscreme. Het is super chill. En het was echt een leuk event. En nu gaan we dit receptje in elkaar flansen. Ik denk dat het echt super lekker gaat worden. We hebben wat aardappeltjes aan de kook. Er gaat straks ook nog een teentje knoflook bij. We gaan straks dus de burgers maken. Portobello is gesneden. Peterselie wordt gesneden. Even spieken in de airfryer. Er zitten worteltjes in. Dus gaat de goede kant op. Ik vind het echt grappig hoe serieus je dit doet. Aardappelpureetje. Eerste poging ever. Dus nee, niet. Het is denk ik niet super goed gelukt. Maar als het maar lekker smaakt. En dan nog wat worteltjes. Eten was echt heel erg lekker. En nu gaan we Expeditie Robinson kijken. Want het was gisteren op tv. Blijkbaar is het er weer. Maar ja, toen konden we natuurlijk niet kijken gisteren. Of ik. Oké, we hebben Expeditie gekeken. Maar er zijn ook weer nieuwe afleveringen van La Casa de Papel. Klinkt heftig. Dus dat gaan we nu kijken. Mocht je de vorige week vlog gezien hebben. Inmiddels hebben we weer normale kaas, gelukkig. Pet en ik gaan zo eten bij mijn vader. En we hadden natuurlijk laatst bloemen gekocht. Maar die bloemenstalletjes, die lelies die je zag, daar heb ik het al over gehad. En het leek me wel leuk om ook bloemen te zoeken om straks aan mijn vader te geven. Dus ik dacht, ik neem jullie erin mee, want ik vind het echt zo leuk. Je hebt dus hier, volgens mij is dit echt, heel noordelijk in Hurugewaard. Een bedrijventerrein met verschillende bloemkwekerijen. En die hebben dus allemaal van die stalletjes staan. Maar volgens mij heb je het wel vaker in dorpjes. Dus je ziet hier bijvoorbeeld al die kassen. En ik ben benieuwd of ze er allemaal weer staan. En of ze er eigenlijk ook altijd staan. Of misschien alleen in het weekend. Dat weet ik niet helemaal. Maar bij deze eerste hebben ze zonnebloemen. Staat er wat in het kraampje? Ja, maar dat zijn denk ik niet alleen zonnebloemen. Hier hadden wij de vorige keer de lelies gekocht. En hier hadden ze ook mooie tulpen. Maar dat ziet er nu... Kan je heel even erin? Het ziet er nu echt leeg uit. Denk ik. Niet dat ze wat hebben vandaag. Ja. Wel een paar lelies nog en een bosje met tulpen. Ja. Oké, dan weten we dat. Het groeit hier ook echt allemaal. Tomaatjes en zo. Zo schattig. En dan is het daar, is er ook nog één. Misschien dat er nog wel meerdere zijn verderop hoor, maar... Oh ja, een boeketje. Zal ik even kijken? Oké, we hebben scharrelei. Dat is misschien ook wel leuk om een keer te doen. En hier dit boeket. Schattig. €5 voor een bos. Lekker kleurrijk boeketje. En je kan dus gewoon met de tikkie vaak betalen. Tikkie. Wacht, ik moet eerst betalen eigenlijk voordat ik de bloemen pak. Zo. Oh, dat was hem. Oh, er is dus ook nog een kraampje met rozen. Vet leuk. Dit is echt mijn hobby. En de lelies staan nu echt super mooi bij ons in huis. Maar eigenlijk heb ik al weer zin om nieuwe bloemen te kopen. Dus die niet meer zo mooi staan. En het is ook echt helemaal niet zo duur. Oh, hier nog meer. Wat is daar? Ja, dat is... NH paprika. Oh. Maar ja, net als ook eieren stonden er. Terrasplantjes. Terrasplanten, maar er staat niks. De auto is een beetje vies, jongens. Sorry, misschien kunnen we wel door de wasstraat. Amigo plant. Nou ja, dus als je benieuwd bent... Ze hebben dit vast op meer plekken, hoor. Ik weet alleen niet zo goed hoe je het kan vinden. Dus als iemand dat weet van op andere plekken... Hoe je erachter kan komen dat die kraampjes er staan of dat je het maar gewoon toevallig tegenkomt. Let us know. En ik heb dus mijn haar vandaag ook weer gewassen. Echt een haaravontuur, ik weet het allemaal niet zo goed. Ik denk dat het een beetje was. Misschien is hier nog wat, naar rechts of zo. Zo schattig allemaal. Oh ja, ik denk dat dit het wel was, want daar is natuurlijk gewoon de rest van het andere bedrijfterrein. We dream green.
Er staat een dik hek voor, hier is niks. Wel echt mooi. Nou, dus dat was het aanbod. Dahlia's, lelies, tulpen, zonnebloemen en rozen. Echt leuk. Ze ruiken ook lekker. Ja. We hebben geurloze lelies thuis. Ik snap nooit hoe ze dat kunnen doen. Planten manipuleren. De bloemetjes werden goed ontvangen. We zijn weer thuis. Ik weet alleen nooit zo goed hoe ik 's avonds moet filmen. Omdat het licht zo apart is. Dus ik heb de witbalans handmatig ingesteld. En mijn spiegel aan. Die ik ooit voor veel te duur op Bob.com heb besteld. Misschien toch niet mijn bestie. Want hij schijnt bij de Action veel goedkoper te zijn. Ik ga even mijn skincare afmaken. Dus ik gebruik voor nu nog van Kiehl's gewoon de Ultra Facial Cream. En misschien dat ik op een gegeven moment eventjes die CeraVe crème aan ga kijken. Maar voor nu breng ik dus deze even aan. En toen we terugkwamen lag er een perspakketje voor mij. En ik weet werkelijk waar niks van dit merk. Maar dit is echt een super lekker zoet geurtje. En hij doet me wel denken aan geurtjes die ik al eerder heb gerookt. Hij doet me een beetje denken aan deze. Maar ook weer gemixt met een zoete body mist ofzo. Ik weet niet of ik wel de doelgroep ben van dit merk. Maar heel, heel erg lekker. En deze oogcreme heb ik gisteravond en vanmorgen gebruikt. En nu dus weer. En ik vind het echt een heerlijke verpakking. Je kan echt goed doseren. Dus dat ga ik even indeppen. En toen ging ik slapen. Vandaag is het maandag en zijn de waves best wel verdwenen. En hoewel ik het even wennen vond, vind ik het toch wel echt heel erg leuk. Ook eigenlijk met mijn looks zo. Dus ik kan dit wel weer activeren met water met leave-in conditioner erin. En zodra dus mijn Olaplex producten op zijn, ga ik die denk ik vervangen met Curly Girl Approved leave-in conditioner en haarmasker. Maar goed, ik hoop dat jullie het weer een leuke weekvlog vonden. Ik ben inmiddels weer een nieuwe gestart. En ik heb echt een super ferme videoplanning alvast vooruit bedacht. En zoveel leuke ideeën. Dus mocht je dat niet willen missen en er net zo enthousiast voor worden als ik nu ben, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Daar zou je me heel erg blij mee maken. En hopelijk zie ik je dus snel terug bij de volgende video. Doei doei!